Wat betekent het dat Jezus je bruidegom is? Waar ik dan aan moet denken, 2 jaar geleden kreeg ik een beeld. Ik had een trouwjurk aan, een hele mooie, zwierende trouwjurk. Ik zag Jezus en ik was samen met Jezus aan het dansen. En bij mezelf zag ik zo'n vreugde en vrede. Ik zag letterlijk dat ik vrij was van gebondenheden, van zonde, van pijn, van trauma. En toen ben ik echt gaan beseffen van wow, weet je, dat is waar Jezus ons wil hebben. En ik mag zijn bruid zijn, ik heb een verbond met hem. En ook als ik kijk naar mijn verleden, ik werd niet geaccepteerd door de wereld, maar toen ik bij Jezus kwam, werd ik volledig geaccepteerd. Ja. En werd ik volledig geliefd en gerespecteerd en vooral ook de vergeving. Die gaat zo diep, want dat is wat wij nodig hebben. Hij kneedt me, hij vormt me, hij zet me vrij van verwondingen. Alleen het is aan ons, zeggen wij tegen hem, ja ik wil, weet je wel. Net zoals je gaat trouwen, zeg je, ja ik wil, kom maar in mijn hart. Zijn onvoorwaardelijke liefde, hè? Dat hij jou ziet wie je bent, maar wie je ook kan zijn, doordat je steeds meer het beeld van hem gaat vormen. Als jij zo met Jezus bezig bent, dan lijkt het op een gegeven moment wel vanzelf te gaan. Ja. Jezus neemt vanzelf alles weg. In het begin is het een strijd en is het een proces. En op een gegeven moment merk je zo dat Jezus dat voor je overneemt. Vaak raken we teleurgesteld, want we denken in één klap we zijn vrij. Of in één klap ons denken is vernieuwd. Maar het is een proces. Ja. En dat heeft ook te maken met karaktervorming en volwassen worden in hem.